al gevonden? Ja, hallo Chanel, vierde verdieping. Vierde verdieping, oké. Okay. Hebben geluk, snel de lift in. Hallo, Willem Bever voor Henny's Tour. Goedendag. Hallo. We zijn op zoek naar Henny's Tour. Die zit daar achter aan het bureau te werken. Achter aan het bureau te werken. Oké, okay, bedankt. Okay. Dag. Goedendag Henny. Hallo. Hi. Dag, heel goed. Dit is Nienke. Ik ben Nienke. Ik ben Henny, hallo. Henny hoef ik niet meer voor te stellen, hè? Die zie je bijna dagelijks op tv. Dus ja. Die is wel bekend, dacht ik. Ja. Vuren meteen maar af. Je hebt een vraag. Ja. Leren jullie bij het journaal de tekst uit het hoofd? Nee joh, dat zou niet kunnen. Nee. Dat zou veel te veel zijn. En we krijgen ze vaak op het laatste moment, dus dan heb je daar niet eens de gelegenheid voor. Ik zie ze wel van tevoren, dat zat ik toevallig net te doen. Want ik kijk of er geen fouten in staan en ik geef aan waar ik klemtonen leg. Dat soort dingen, dat is allemaal nodig. Maar ik hoef ze gelukkig niet uit mijn hoofd te leren. En ik kan wel laten zien waarom. Nou, dit is de studio van waaruit de meeste journaals gepresenteerd worden. En dan zit ik hier. Dat is een bekende plek, hè? Ja. Ja. Wat leuk. Maar waarom leer je dan niet alle teksten uit het hoofd? Ja, nou, hoe zit dat nou? Let maar eens op. Alle teksten die door de redactie en mij zijn geschreven, komen via de computer bij de autocue terecht. De autocue is dat scherm wat je horizontaal onder die camera ziet zitten. Je hebt een half doorlatende spiegel die daarboven zit. En de tekst komt op zijn kop en in spiegelbeeld op het scherm te staan. De spiegel zorgt er dan voor dat ik die tekst weerspiegeld in de camera kan lezen. Nienke, dus zo zit dat dus. Ja. Ze leest gewoon de tekst op de camera af. En die spiegel zorgt ervoor dat jij de teksten wel ziet, maar de mensen thuis niet de teksten door je gezicht. Die zouden het dan anders zien. Ja, dus een half uur later. Maar wat deed hij nou met je voet? Met mijn voet bedien ik een pedaal. En daarmee bepaal ik het tempo waarin ik de tekst lees. Hoe harder je drukt, hoe sneller die gaat. Ik bedien het niet altijd zelf. In veel gevallen is er een autocue-assistent die een knop bedient en de snelheid bepaalt. Aangepast aan het tempo waarin ik lees. Ja. Duidelijk? Dat is mij wel duidelijk. Eén ding is me nu nog niet duidelijk, want je kunt dus alles gewoon voorlezen. Ja. Maar je hebt wel tekst voor je. Dat is toch overbodig? Ja, het is prettig om die teksten achter de hand te hebben. Het apparaat weigert wel eens, gaat wel eens kapot of slaat op hol. En dan ben je aangewezen op het papier. Dat heb je dan gelukkig achter de hand. En de lengte van de filmpjes die komen staat erop. Dat is ook altijd wel handig om te weten. En het ziet er misschien net toch iets echter uit, alsof je het echt voorleest. Ja. En uit je hoofd hebt geleerd. Ja. Nienke. Heb je het gesnapt? Ja? Ja. Ja? Wil je het zelf eens proberen? Ja, leuk. Ja. Oké, Nienke. Oké. Komt-ie. Dankzij Willem Bever weet ik nu hoe de nieuwslezers. Ja, Jochem, dit is toch veel te langzaam opnieuw. Oké, sorry, ik zal iets meer gas geven dan. Ja. Dankzij Willem Bever weet ik nu hoe de nieuwslezers hun teksten kennen. Ze leren dus niet uit het hoofd, maar gebruiken de autocue. Maar Jochem, het is wel de bedoeling dat de auto. Oh, Jochem.